Dag beste mensen, mijn naam is Joris van Meel en ik werk als communicatiemanager bij Bovemij. En een tijdje geleden, net na het begin van die hele coronacrisis, hadden wij het idee om eens wat vaker wat met webinars te doen. Gelijk dacht ik toen aan Zoom natuurlijk en ik ging op onderzoek uit, maar ik vond geen enkel filmpje waarin werd uitgelegd hoe Zoom nu eigenlijk werkte met webinars, wat je ermee kon en hoe dat dan aan de achterkant werkte. Nou, de afgelopen maanden heb ik er aardig wat ervaring mee opgedaan en ik dacht, laat ik dan zelf dat filmpje maar eens even gaan maken. Bij deze. Nadat wij een account hadden gekocht, want het is een betaald iets, zo'n webinar account bij Zoom. Ja, dan ga je naar zoom.us, daar log je in en je klikt op My Account. En ja, daar zie je, als het goed is, je eigen hoofd en een hele hoop eigen gegevens. Maar je ziet er ook je capacity voor je meetings. Dus ik kan meetings organiseren met 100 man en webinars tot 500 man. En aan de linkerkant zie je wat je er allemaal mee kan. Je hebt webinars en meetings, daar heb je recordings van en je hebt natuurlijk settings. Nou, die settings die zal ik je besparen, dat mag je allemaal zelf uitzoeken. Maar als je op webinars klikt, dan kom je op de plek waar je zelf een webinar in kan gaan plannen. Ik heb er hier al eentje ingepland voor 21 september, maar ik zal even een nieuwe in gaan plannen voor dit moment, zodat we vervolgens ook kunnen kijken hoe dat eruit gaat zien. Ik klik erop. Ik zal het even test noemen. Ik zal er geen description aan geven. Datumje, tijd, de tijd die hij mag duren, de tijdzone die je wil gebruiken, of hij vaker terug zal komen dit webinar, of dat het eenmalig iets is, of registratie verplicht is, de passcode die je mensen in kan laten voeren, hoeft niet als ze de directe link overigens hebben, video aan of uit, panelist, dat is een presentator of die zijn video aan of uit heeft. Nou, ik zet die eigenlijk standaard op on, zodat iedereen dat heeft. Audio. Q&A, een mooie toepassing, zal ik straks laten zien. Ik zet ook altijd de practice session aan. Wat zoveel inhoudt dat voordat je echt de uitzending begint en alle attendees kunnen kijken, dat je met de verschillende presentatoren nog even zeg maar, in de wachtruimte samenkomt om te kijken of alles werkt. En ik neem mijn webinars altijd op in de cloud, zodat ik ze vervolgens ook kan gaan op Vimeo kan bewaren bijvoorbeeld. Ik kan ook nog hosts toevoegen, maar in ons account, wij hebben maar één host, dus ik kan geen andere hosts toevoegen. Ja, op het moment dat je op schedule drukt, dan denk je dat je klaar bent met alle instellingen, maar dat is dus niet zo, want je hebt nog veel meer instellingen. Die zitten hieronder, als je een beetje naar beneden scrolt. Hier zit de invitation, die kun je kopiëren of automatisch naar je toe laten sturen. Daar zit dan ook deze link bij. Je hebt e-mail settings waarmee je mensen kan uitnodigen. Maak ik eigenlijk zelf nooit gebruik van. Die e-mails die kun je van je eigen logo met je eigen logo mooi vormgeven. En de twee dat doe ik eigenlijk ook nooit, want ik doe het eigenlijk altijd via ons intranet. Maar de twee mooiste mogelijkheden zitten hier bij Polls Survey en Q&A. Je kunt polls gebruiken en die kun je hier heel snel maken. Vraag 1. Hoe oud ben ik? Zou een hele slechte vraag kunnen zijn. 23, 34, 40 of 54. Je gaat naar beneden en je drukt op save. Nou, op die manier heb je er één vraag in staan. En zo kun je natuurlijk veel meer vragen nog toevoegen. Zal ik dadelijk in het programma zelf ook nog even op terugkomen. Je hebt de Q&A. Bij een webinar zien mensen jou wel, maar jij ziet de mensen niet. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ze kunnen zich namelijk standaard al in de chat laten horen. Maar daarnaast biedt Zoom ook de mogelijkheid om met een Q&A te werken. Die staat standaard ingesteld dat dat mogelijk is, maar dat mensen dan alleen de beantwoorde vragen zien. Wat zoveel inhoudt dat mensen een vraag wel kunnen stellen, dat die vervolgens te zien is door degene die presenteert en ook beantwoord kan worden. Maar ik vind het juist altijd leuk als mensen alle vragen kunnen zien en dat ze hem ook kunnen upvoten of erop kunnen reageren, zodat ik daar als presentator ook weer wat mee kan. Ik druk op save en dan zullen we dadelijk aan de voorkant zien dat hij dat ook al heeft opgenomen. Nou, wat er onder more staat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat zijn de integraties en de livestream mogelijkheden. Je kunt de stream ook automatisch op Facebook of op YouTube of op Workplace blijkbaar laten zien. Dat doe ik nooit, tot op heden heb ik alleen nog maar interne webinars georganiseerd. Ja, dit is dus wat het is. Dus als je teruggaat naar het kopje webinars, dan is dit ook de plek waar je naartoe moet om je webinar te starten op het moment dat het zover is. Ik ga daar meestal een kwartiertje eerder al heen om ervoor te zorgen dat ik al samenkom met degene die het webinar met mij gaat houden.
Maar als je dan er naartoe gaat en je drukt op start, dan opent zich, als je Zoom hebt geïnstalleerd, automatisch je Zoom. Niet schrikken. Dit ben ik. Hij vindt het nou moeilijk om mijn eigen video te starten, omdat ik natuurlijk de video al gebruik om deze screencast op te nemen. Maar hier zijn we dan.